Dit is nou een fotolijstje op steroids. Dus ja, je hebt natuurlijk de normale fotolijstjes, met ja, alleen maar met foto's. Maar deze Transcend PV830 kan veel meer dan dat. Laten we beginnen bij de achterkant. Als we hier kijken, zie je dat er veel verschillende soorten geheugens ingestopt kunnen worden. Dus zoals je hier ziet, kan er een CF in. Je kan ook een SD in stoppen. Een SDAC. Of een MMC. Ook een micro SD is mogelijk. En zelfs de MS Pro. Dus, je hebt hier natuurlijk hier een houder voor de. Ja, je moet hem natuurlijk ergens neerzetten, niet neerleggen. Dat blijft een fotolijstje. Natuurlijk. Er zit natuurlijk ook de power bij. Dus het is niet oplaadbaar. Je moet dus echt een power source hebben. Als we dan weer naar de voorkant toe gaan. Gaan we dan even weer verder naar de achterkant hoor. Want daar zitten de knoppen. Voor het menu. Oké. Sturing. De opties. De volume. Ook kan je er dus een USB op bijgeleverde USB-kabel kan je dat dus ook even aan je computer aansluiten. En er zit een interne geheugen in en daar kan je dus ook je foto's op zetten. Dat betekent dus dat er niks hoeft uit te steken. Dat is natuurlijk over nagedacht. En dat is een enorme pluspunt. Want dan maakt het natuurlijk weer een stuk mooier. Ik had het net over die knopjes natuurlijk. Je hebt hier ook een afstandsbediening. Dat je op afstand dus je fotolijst kan besturen. Ook hier heb je die knoppen. Kun je de modus kiezen. Fotomodus. Of muziek. Of de kalender. Dus daar, ik had het net over steroids. Dat is dus de steroids. De toevoeging van muziek, kalender en video. Kijk, dan is het eigenlijk al geen fotolijstje meer, maar dan is het meer dan dat. Ja, zie je, je hebt ook playlist, rotate, zoom. Ja, stoppen, volgende, vorige, volume harder, zachter. Het zit allemaal op. Dus ja, het is een heel ideaal apparaat. Als we nou gaan kijken. Functies naar het scherm zie je ook dat er mooie effecten bij zitten. Dat is ook de natuuratomen bijvoorbeeld, die maken het natuurlijk mooier, weer warmer. Of als je ding draait, dat de foto ook verandert. Natuurlijk meerdere opties, metaalopties. Natuurlijk een enorm mooie foto om te laten zien wat de kwaliteit van dit ding is. Ja, natuurlijk een meisje die lacht. Ja. Kijk, ik moet eigenlijk wel ook om lachen. Want het is een heel mooi apparaat. Dus het is meer dan die standaard dingen die je bijvoorbeeld een jaar geleden kon kopen. Hier had ik net ook al over. Dat is ook mogelijk. Ik zal even drukken. Kijk, nu klik ik op de knop foto op mijn afstandsbediening. Kom ik de thumbnails krijg ik dan te zien. Ja. Dit is precies de resolutie. De thumbnails, dus je weet meteen welke foto je hebt, de naam van de foto. Kijk, dat verandert dan ook. Als ik nou op muziek klik. Als ik nou op muziek klik. Dan bitter mix. Nou, ik klik dus op, ik heb op menu geklikt. Ja, daar kan ik dus ook selecteren wat ik wil: foto, video, kalender. Ja, er is een heel menu bij gemaakt. Dat is enorm mooi. Als ik dan op kalender klik, oeps, als ik dan op kalender klik, krijg ik dus de foto's als achtergrond te zien met daar bij dus de kalender. En natuurlijk
hoe laat het is, de datum. Ik heb hem niet aangepast, dus het klopt niet, maar je krijgt het dus te zien. Als ik nog weer op menu klik, kom ik weer in het schermpje waar ik net was. Deze keer kies ik voor music. Je kan hier dus heel makkelijk. Ja, het is geen touchscreen trouwens. Dus je moet die knop gebruiken of je afstandsbediening. Maar je kan hier dus heel makkelijk via je afstandsbediening ook muziek afspelen. Als je bezig bent met je galerij. Dan zie je hier natuurlijk de nummers staan. De artiest. Het album. Ook weer de tijd. Ik heb er nog geen muziek op staan. Maar die mogelijkheid is dus aanwezig. De geluidskwaliteit is ook mooi. Het klinkt niet. Je moet het ook noemen Chinees. Chinese kwaliteit geluid of speaker. Daar zit het dus niet in. Dus dat is weer een pluspunt. Als ik nou naar video toe ga. Ook daar heb ik heb geen video. Ook daar heb ik geen video van. Ik heb geen video opgeslagen. Dus ook. Je zult geen video zien, maar ook het werkt. Als ik dan naar klok zou toe gaan, krijg je natuurlijk een enorme klok. En echt zo'n oude klassieke klok. Ja, ik vind het enorm mooi, moet ik zeggen. En ook hier weer zie je weer de datum met de kalender erbij. Als ik nou naar settings toe zou gaan, dan eens even kijken. Settings. Dan kun je natuurlijk ook de brightness instellen, de contrast, de full screen mogelijkheid. Je kan natuurlijk ook weer onder om een alarm in te stellen, een timer in te stellen, de datum en de tijd in te stellen. Ook, ja, ik kan wereldklokken instellen, Tokio, Londen, New York. En natuurlijk waar we mee laten opstarten. Muziek, kalender, movie. Ja, die mogelijkheden zijn allemaal. Je kan natuurlijk de taal selecteren. Ik kan op Engels staan. Je kan natuurlijk ook weer resetten als je dingen fout hebt gedaan. Je kan ook de firmware upgraden, dus er komen weer functies bij. Of enige bugs worden dan gefixt. Ja, ik heb geen bugs gezien. Maar misschien zitten er ergens kleine bugs. Die worden dan gefixt met de firmware upgrade. Ja, hier kan je zien hoeveel space je vrij hebt op je interne geheugen. De firmware versie. Natuurlijk, dan ben ik weer waar ik was. Als ik dan weer terug ga naar de foto's. Ik zal even kijken of dat nou wel werkt. Als ik op kalender klik, en nou werkt het wel. Als ik nou op de knop kalender klik, dus je moet eerst in het menu zijn. Dan klik je op de knop kalender, kom je in de kalender terecht. Als je nou klikt op music, kom je bij music terecht. Ook nou werkt ook video. Dus ja, het werkt gewoon helemaal. Dus dat is een grote plus naar Transcend toe. Dat ze een topproduct hebben afgeleverd. Ik wil je natuurlijk nog één ding laten zien bij foto's, want dat zal natuurlijk de grootste reden zijn dat je het aanschaft. Even kijken, als ik op foto's klik, dan kom ik weer op die thumbnail modus. Als ik dan op oké klik op mijn afstandsbediening, kom ik op de eerste foto terecht. Als ik dan klik op rotate, maar ook op mijn afstandsbediening, dan zal die roteren. Dan kan ik inzoomen. Wat dan nou dus niet kan, zie ik staan. Die mogelijkheid is er dus wel. Ja, je kan ook de volume instellen, het volume instellen. Ja. Ik vind het dus een ideaal apparaat. Kijk, als je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest, je zet je vakantiefoto's hierop. Je zet er een heel rustig liedje in de achtergrond. Ja. Dat creëert in mijn ogen een enorme gezelligheid. Ja, daarnaast kan ik dus video's afspelen, dus video's die je hebt gemaakt op vakantie.
komen dan natuurlijk dan na die foto's. Ja, ik vind het een enorm leuk product. Ja. Deze is wit. Je kan hem ook in zwart krijgen. Persoonlijk vind ik zwart mooier. Ja, ik zou echt aanraden om de PF830 te googlen. En om hem vervolgens aan te schaffen. Ja, ik heb echt onderzoek gepleegd naar, of on, ja, onderzoek gepleegd naar de fotolijstjes die op de markt zijn. En deze heeft toch wel de meeste functies. Dus de prijs durf ik niet zo te zeggen, maar de dingen die ik heb onderzocht, ja, deze heeft meer functies. Dus de prijs-kwaliteit verhouding zit dus hier helemaal goed. Ja, verder heb ik eigenlijk niks over te melden. Ik zou zeggen, test hem eigenlijk eens uit. Of beter gezegd, koop hem. Je zal er geen spijt van krijgen.